Hey boefjes, het is vandaag de Nationale Cappuccino Dag. Ik had er sinds vandaag, of tot vandaag, nog nooit van gehoord. Maar het schijnt dus op 8 november, is het wel 8 november? Even spieken of het 8 november is. Het is 8 november. Het schijnt op 8 november de Nationale Cappuccino Dag te zijn. Ja, ze moeten voor alles wel weer een dag verzinnen. Dus voor 8 november hebben ze de Cappuccino Dag gekozen. En het is echt al jaren geleden dat ik mijn laatste cappuccino heb gedronken. Ik kan me niet eens meer herinneren. Ik weet ook niet eens meer hoe het smaakt. Ik heb vroeger wel eens cappuccino gedronken. Maar dat is zo lang geleden dat ik niet eens meer weet wat de smaak was. En ja, die dingen. Maar ik heb een tijdje in de horeca gewerkt. Een jaartje of zo, niet zo lang. Maar ik heb toen in de horeca gewerkt. En toen moest ik ook heel vaak cappuccino maken. Omdat er dan klanten waren die cappuccino bestelden. Nou, dan moest ik dan melk opschuimen. Nou, dat zat je met zo'n heel kokend heet ding. Moest je dan bijvoorbeeld die melk opschuimen. Dan moet je hem een beetje zo heen en weer bewegen dat ding. Waar dat melk in zat om het warm te krijgen. Werd het melk warm en schuimerig natuurlijk. Om de melk een beetje op te schuimen. Maar dat was zo'n klote werk. Want heel vaak moest ik het ook opnieuw doen. Want dan zat ik met het melk. En dan kwam er geen schuim of zo. Want ik was er helemaal niet goed in. Dus ik zat de hele tijd met dat ding bezig. Werd de melk soms wel warm. Maar er kwam er geen schuim uit. Dus daar was ik nooit echt goed in. Ik was nooit echt goed in cappuccino's maken. En dan kwam er bijvoorbeeld weer een klant voorbij. Die wat wilde bestellen. Dus ik nam de bestelling op. Een cappuccino alsjeblieft. En toen dacht ik weer van... Godverdomme. Moet ik weer een cappuccino maken waar ik niet goed in ben? Maar ja, klant is koning. Dus moest je toch die cappuccino maken. Moet ik maar met dat ding kloten. En op een gegeven moment vraag ik gewoon aan iemand anders. Een collega van... Zeg, kan jij het niet even doen? Want die cappuccino's die bij mij die werken niet. Dat doe ik wel de klanten bedienen en zo. En alles opruimen. Dat vind ik wel prima. Maar cappuccino maken, dat lukt mij niet. Dus ik had altijd in mijn gedachten, ik hoopte altijd, als er een klant kwam, bestel geen cappuccino, bestel geen cappuccino. Dat hoopte ik altijd. Maar ja, dan bestelt je weer een cappuccino. En dan wil je het liefst zeggen van, ik heb helemaal geen zin om een cappuccino te maken, neem maar wat anders. Maar ja, dat mag nou helemaal niet, want je moet vriendelijk zijn tegen de klanten. Helaas. Nou ja, helaas, het is wel goed dat je vriendelijk moet zijn tegen de klanten. Maar het is niet altijd leuk. Gewoon niet als je bestellingen doen waar je helemaal niet goed in bent. Maar ja, de Nationale Cappuccino Dag. Drink jij wel eens cappuccino? En heb je ook moeite om een cappuccino te maken? Laat me even weten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei! Hier gaat Wouter.